Up from the bottom to the top. Ik ben Charlotte. Ik ben zangeres en songwriter. Muzikant. Onze debuutplaat is uitgekomen echt op de dag van de lockdown. Dus dat was onverwacht, ten zeerste. Ja, je ervaart het natuurlijk eerst een teleurstelling en ook een beetje ongeloof, zeker toen. Toen dacht iedereen nog dat het niet zo lang ging duren. Maar eigenlijk vrij snel hebben Reinhard en ik in overlevingsmodus gegaan, denk ik. En gewoon heel hard gespeeld op de andere dingen die we wel konden doen. Ik ben Jawad. Ik ben 35 jaar kunstenaar en ondernemer. Ik denk vooral dat corona ervoor heeft gezorgd dat freelancers die sowieso eigenlijk van job naar job hoppen, zich nog onzekerder voelen wat de volgende job eigenlijk gaat zijn. Want terwijl je al met één job bezig bent, ben je al bezig met oké, ik hoop dat er een volgende is, zodat je toch wel die kosten kunt dragen en noem maar op. En dat heeft dat echt op scherp gesteld, want opeens waren er geen vooruitzichten meer. Ik denk dat dat niet zo uitzonderlijk is eigenlijk voor muzikanten, om eens 2 jaar zonder werk te vallen. Dat is altijd een mogelijkheid. Ik denk dat je heel veel muzikanten hebben gehad die zich zijn begin heruitvinden, zoals je dan ook doet nadat je uitgespeeld zit met een plaat. Hè, want je kunt niet blijven spelen met hetzelfde materiaal. Dus op zich is het niet echt een onlogische dynamiek. Deze was alleen een verplichte. Dus dat komt natuurlijk niet op het moment dat je dat wilt. Ik denk dat er inderdaad heel veel toestanden zijn geweest bij muzikanten die heel afhankelijk zijn van dat live gedeelte. Eigenlijk is er een vrij onmogelijke toestand, mijns inziens, met streamings die totaal niet betaald worden. Dus dat is eigenlijk sowieso een onhoudbare toestand. En ik denk dat nu heel die crisis dat gewoon nog meer in de verf gaat zetten en de boel versnellen van dit kan niet, hier gaan we moeten ergens somewhere inkomsten gaan zoeken. Een livestream is nooit te vergelijken met een echte ervaring in de zaal zelf, waarbij dat je bij wijze van spreken het speeksel van de artiesten op je krijgt en in een zwetende massa volledig staat op te gaan in een concert. Maar ik denk wel in deze tijden van echt droogte, dat het wel de next best thing was dat we konden doen. Een livestream is ontzettend vreemd omdat je eigenlijk geen antwoord krijgt van je publiek en niet per se in een applaus, maar echt gewoon in een soort energetisch spel waarin dat je gewoon geeft en je tijdens een nummer zelfs iets terugkrijgt. Ik vind nog altijd optreden met een publiek voor u dat reageert op bepaalde momenten. En, het is een zee die beweegt, hè, dat golft en dat komt terug, dat gaat weg. Dat miste totaal met het streamen, want je staat tenslotte op een podium. Ja, de vonken die je normaal voeden en het ding soms op een ander niveau brengen, miste. Brand new day, brand new life, head up high, high the sky, turning cold, a rainy night, let us hope for a better day, we got to try, to look at what's right, and we got to be open to the light. Livestreams in vergelijking met optredens. Ik denk dat je geen vergelijking kan maken. Ik denk echt dat het 2 totaal aparte ervaringen zijn. Buiten dat het wel gaat om muziek en dat het dezelfde mensen zijn. Een live optreden, zeker met een band als Rheinzand die toch flirt met lightlife, is totaal iets anders dan een gecontroleerde omgeving met camera's en gecontroleerd geluid. Ik denk dat sowieso livestreams is een heel ander medium. Je kan eigenlijk Dat is iets wat je erbij neemt. Het heeft niks te maken met een live ervaring. Dat is een heel ander medium waar je ook moet in oefenen en trainen. Dus ik denk als dat blijft wegvallen, dat je uiteraard er beter in gaat worden ook. En dat je dat ook gaat doen omdat je geen andere optie hebt. Mijn relatie met mijn publiek is vooral echt eigenlijk toch wel intenser geworden. Omdat ik
mijn sociale media ook wel gebruikte om gewoon oprecht te communiceren hoe ik mij voelde door heel de crisis en door wat ik zag in de wereld. Met de mensen die mij volgen heb ik eigenlijk toch wel een intensere band door die sociale media dan weer ook wel gekregen, wat heel fijn is. Ik denk dat afstandsrelaties kunnen slagen als je oprecht elkaar stuurt en oprecht vraagt hoe het met de ander gaat en de tijd voorneemt voor te luisteren. Maar niet als je verplicht voelt om iets te sturen of verplicht voelt. Dus of dat dan nu via digitaal is of in het echt. Een relatie moet er sowieso in investeren. Maar uiteraard, als je dan live naar een optreden van mij komt, dan ga je echt wel die investering kunnen vastpakken bij wijze van spreken en helemaal kunnen betoneren als het ware. Omdat je dan gewoon niet alleen met een digitaal iemand aan het spreken bent, maar ook gewoon echt iemand zie, voelt. En een verbinding echt mee kunt maken. Ik denk dat het publiek zich op een manier ook wel wat betrokkener voelt nu. Ik denk dat ze nog meer dan ooit beseffen dat het voor hen ergens ook gedaan wordt en dat het ook niet zomaar kan. Ik hoop dat we in de toekomst weer voluit voor echte live concertbeleving kunnen gaan, maar voor ons gaat het hele online gegeven wel nooit meer echt volledig weggaan. Ik denk dat we dat echt zien als een aanvulling op onze werking, dat we hier en daar een concert wel nog gaan uitzenden ook, gaan kijken naar een soort hybride vormen waarbinnen dat we kunnen werken, maar ook gaan zoeken naar extra content rond die concerten. Als dit de toekomst is, livestreams, dan denk ik dat er sowieso ook veel meer budgetten moeten vrijgemaakt worden, want je moet rekening houden dat daar ook gewoon een heel team achter staat voor dat te kunnen eigenlijk opnemen en technisch te ondersteunen. Dus als daar een toekomst in zit, dan gaat er sowieso een heel ander financieel plan moeten eigenlijk gemaakt worden. Een verdienmodel voor muzikanten is gewoon op het moment onbestaand. Ik geef ook les op het conservatorium, dus ik zie ook een pool heel jonge mensen en daar financieel is daar gewoon niks meer te rapen. Daar staat niks meer tegenover, zelfs contracten bij labels zijn eigenlijk nihil. Ik denk dat wij moeten durven investeren in gewoon een nieuw systeem waarin dat we subsidies bijvoorbeeld veel laagdrempeliger maken. Niet dat je makkelijker subsidies kan krijgen, maar dat je niet eerst de subsidietaal moet leren, dan een halve boekhouder moet zijn, om dan eigenlijk een subsidie te kunnen indienen. Je kan veel laagdrempeliger mensen eigenlijk, oké, wat is uw project, hoe wil je eraan werken, wie zijn de partners? Dat moet niet altijd een halve boek zijn dat je moet schrijven voor iets dat eigenlijk de samenleving vooruit helpt. Ik denk dat corona vooral heeft geleerd dat individuele muzikanten, artiesten bij uitbreiding in een zeer fragile positie zitten. En ik denk dat dat een prioriteit moet worden in het cultuurbeleid van de overheid.